Hoe begeleid je je puber voor de examens? Het lijkt wel alsof de examens ieder jaar belangrijker worden en dat er meer stress komt. En dat is natuurlijk echt onzin, want je puber heeft het tot hier gehaald en deze fase zal hem ook wel lukken. Het is dus belangrijk om gewoon zo gewoon mogelijk te doen en voor jezelf je eigen dingen te blijven doen en je eigen ritme aan te houden. En hou ook voor de puber de dingen gewoon. Dus de klusjes moeten gewoon gebeuren, de sporten kan doorgaan, en, want ontspanning is tenslotte ook belangrijk. Vind je puber het prettig, dan kun je bijvoorbeeld even de planningen doornemen. Hoe heb je de planning gemaakt? Wanneer ga je wat doen? En klopt dat allemaal met wat je wilt? Nou, is er een heel spannend examen, dan kun je iets liefs doen en kun je een, een leuk briefje of zo meegeven of een extra troost doen. Um, maar doe verder vooral gewoon. En wat je ook kunt doen is um, samen nog eens even kijken van waar heb je nog hulp nodig en waar niet. Maar laat de verantwoordelijkheid bij de puber. En geef wel erkenning voor de ellende. Dus als je puber gestrest is, geef hem gelijk dat, hij, dat het een ellende is en dat hij erdoor moet. En huppakee, weer gewoon normaal verder gaan. Um, en is het een heel erg belangrijk examen of waarvan je weet van dit is echt spannend, doe iets liefs. Dus uh, doe een lief briefje erbij of, of uh, smeer een lekker broodje. Doe gewoon even iets spontaans, iets liefs. En voor de rest zo gewoon mogelijk. Nou, nog een paar anti-stress tips voor je puber die handig kunnen zijn. Is bijvoorbeeld even je hand op je voorhoofd leggen. En bij wijze van spreken even leunen om na te denken. Om even je hand op je hoofd te leggen. Wat ook goed werkt zijn de liggende achtjes tekenen. Nou dit valt heel erg op. Maar je kunt ook in je schrift liggende achtjes tekenen. Om je hersenen een beetje te synchroniseren. En wat een goede is, is even tikken op je bovenlip om. Als anti-stress tikken, zeg maar. Dus dat zijn handige stress tips. En voor de rest, alsjeblieft, doe lekker gewoon tijdens deze periode. Je puber heeft het tot hier gered en zal ook deze fase, deze periode, echt wel overleven. En het komt heus allemaal goed.